Hallo Evi, ik ga weer een verhaaltje voor jou voorlezen. En ik heb het boek even erbij gepakt waar ik jou al eerder uit heb voorgelezen. Het grote boek over de leukste kleuterklas van de wereld. Je weet wel, met opa Brom. Kijk, daar zit hij op het karretje. Is hij samen met de kinderen aan het spelen. En deze keer is opa Brom jarig. Juf Plooi stond voor de kleuterklas en zei: "We gaan beginnen." En toen stapte opa Brom ineens met zakken snoep naar binnen. Hij riep vrolijk: "Ik ben jarig en daar gaan we iets aan doen." "Wat leuk," riep juffrouw Plooi meteen. "U krijgt een dikke zoen. Kijk, daar is opa Brom met de juffrouw." En ze maakte snel van kreppapier een feestelijke hoed. Die kreeg opa op zijn hoofd en het stond hem heel erg goed. Toen mocht hij op een stoeltje staan en zong de hele klas: "Oh, wat zijn wij heden blij," omdat opa jarig was. En toen ze uitgezongen waren, riep opa vrolijk: "Raad maar, hoe oud ben ik geworden?" En juf riep lachend: "100 jaar." "Nee hoor, dat is fout," zei opa. "Iemand anders nog misschien?" En toen riep Rosalinde: "Ik denk wel 110." Kijk, zijn de kinderen de slingers aan het ophangen. Heel mooie slingers, hè? Ja, en hier staan er nog een paar kindjes te kijken. Nou, lezen we verder. "Bijna goed," zei opa lachend. En keek stralend naar de klas en vertelde super trots dat hij 84 was. "Maar ik voel me nog heel jong," zei opa Brom toen blij, "want sinds ik hier bij jullie ben, gaat alles goed met mij." En juf Plooi zei: "Het is geweldig, maar nu gaan we aan de slag. Ga allemaal maar zitten, want het wordt een drukke dag. Weet je wat we zo gaan doen? Dat zal ik je vertellen. We gaan heel goed oefenen met leuke dingen tellen." En ze telden groene appeltjes en grijze olifantjes, de blaadjes van een bloem en de vingers aan hun handjes. En ze telden ook hun oren, toen de gaatjes in hun neus. En ze telden 7 dwergen naast 1 hele grote dikke reus. En toen de hele kleuterklas eindelijk was uitgeteld, zei opa dat hij voor vandaag een huifkar had besteld. Oh, een huifkar. Met een paard ervoor, denk ik. Kijk, oh, daar staat hij buiten klaar. Zie je dat? Mooie huifkar met een paard. Iedereen keek door het raam. En ja hoor, het was waar. Want buiten op het schoolplein stond een grote huifkar klaar. Hij was versierd met slingers en met mooie lampionnen. En aan de voorkant op de bok hing een tros ballonnen. En de kleuterklas begon te joelen. En juf riep: "Doe je jas maar aan. Zet je stoeltje bij de tafel, want dan kunnen we zo gaan." "Kom maar mee," riep opa Brom. "Jongens, hebben jullie zin?" En buiten tilde hij de kleuters 1 voor 1 de huifkar in. Toen klom juffrouw Plooi de kar in. En opa Brom zei blij: "Iedereen heeft nu een plekje. Alleen, ik moet er nog bij." Maar de huifkar reed al weg. Want het paardje bleef niet staan. En opa Brom die rende er geschrokken achteraan. Juf Plooi en ook de kinderen die riepen angstig: "Stop!" De huifkar werd snel stilgezet en opa klom erop. Daar gingen ze en opa zong de allergekste liedjes. Over een grote hommel in een bos vergeetmenietjes. En over 2 konijntjes die gingen zoenen in het gras. En over een kabouter met een snotje op zijn jas. Ze reden door de winkelstraat en soms riep opa: "Stop!" Dan liep hij naar een winkel en haalde daar iets lekkers op. Kijk, daar zitten ze allemaal in de huifkar, zie je dat? Met
met de ballonnen ervoor aan en het paard. Bij de slager kocht hij eerst wel 20 plakjes worst en later bij de groenteman rode appeltjes voor de toast. Bij de bakker haalde hij wat koekjes op een schaal en bij de ijssalon riep opa: ik wil ijs voor allemaal. En zo reden ze het hele dorp al smullend samen rond, totdat de huifkar eindelijk weer op het schoolplein stond. Stralend stapten ze toen uit en stonden druk te zwaaien, kijk maar, tot ze de huifkar met het paard de hoek om zagen draaien. Wat was dat leuk, riep juffrouw Plooi. En opa Brom zei blij: en morgen heb ik nog iets leuks. Dat hoort er ook nog bij. Zo, en dat was het verhaaltje van de verjaardag van opa Brom. Nou, de volgende keer lezen we weer verder. Misschien in dit boek, of misschien in een ander boek. Of misschien ken jij nog een verhaaltje wat je graag wilt horen. Laat maar weten. Dag Evie, tot de volgende keer.